Dat gaat me nooit lukken, dat is een illusie. I know. Maar het idee is heel fijn in mijn hoofd. Misschien word ik gewoon een beetje gek van alle dingen die je niet kan doen momenteel. Goedemorgen, het is zondag en ik heb eerst heel lang wakker gelegen, daarna geslapen en het was echt laat toen ik op de nieuwe klok, toen ik wakker werd. Maar goed, ik wil echt vandaag weer wat dingetjes doen van mijn lijst. Mijn oog jeukt heel erg al sinds ik uit bed ben, dus daar ga ik maar even op focussen. Hopelijk is dat bed, dat oude bed, vandaag weg. Dus echt, fingers crossed, dat zou echt mooi zijn. Dat staat op zolder verschrikkelijk in de weg nu. En ik denk dat het hooikoorts is. Ik heb heel stom. Ik had hele lichte hooikoorts. En na mijn zwangerschap had ik hele zware hooikoorts opeens. Echt heel raar. Dat is wel iets afgenomen weer. Maar ik heb wel een redelijke hooikoorts. En daarom was ik heel stom. Ik heb het heel mild altijd gehad. Dat iedereen zat te hoesten, te proesten. En dat ik dacht, daarom heb ik twee keer geniest. En dat de zwangerschap dat dan zo kan aanpassen. Sindsdien heb ik best wel wat sterke hooikoorts. Maar goed, ik neem ze even mijn tabletje in en dan is het meest weg. Weet je dat mijn ogen daarom zo jeuken? En dan klik ik af en toe verkouden. Maar ja, dat is gewoon van de pollen. Maar ja, nothing to do about it. Ik heb me gedoucht, aangekleed, opgemaakt, mijn haar niet gedaan. Want ik ga nu toch de deur niet uit. Blouse, French Connection, broek ook en lekkere fluffy sokken. En nu ga ik iets heel belangrijks doen, de strijk. Nou, dat is helemaal gelukt. Een hele hoop schone kleding die de kast in kan. Dus dat ga ik even inruimen. Heerlijk, altijd. Ik vind het altijd fijn als er dan weer allemaal kleding in de kast hangt. En het dan weer vol en opgeruimd is en de was weg. Ga gelijk even een nieuwe was erin gooien. Dan kan ik die vanavond nog even ophangen. En dan hoop ik dat die morgen droog is. Het lijkt me echt fijn om een keer echt zeg maar te kunnen zeggen. Kijk, ik heb eigenlijk geen was meer liggen. Dat gaat me nooit lukken. Dat is een illusie. I know. Maar het idee is heel fijn in mijn hoofd. Misschien word ik gewoon een beetje gek van alle dingen die je niet kan doen momenteel. En nu ga ik weer verder met een stukje keuken. Ik ga een voorraad even helemaal uitzoeken. Die is echt een chaos geworden. En dat is deze la. Kijk, en dit is echt hoe het er nu uitziet. Dus ik ga hem even helemaal leeghalen. Weer netjes inbouwen. En dan ga ik jullie laten zien hoe die dan is. En nee, dit is geen hamster. Dit is gewoon mijn hele eetvoorraad. Dit is ook echt letterlijk alles. En ik heb de la gedaan. Niet helemaal zoals ik het wilde, want het laatste stukje paste niet. Ik heb gewoon te weinig ruimte in de keuken. Nou, tadaa. Dit is de la geworden. Een stuk beter dan net natuurlijk. Hier kwam ik alleen niet helemaal uit. En dat heeft vooral te maken dat ik heel veel verpakkingen heb die dan bijna op zijn en een nieuwe heb. Dus als toevallig die andere verpakkingen op zijn, dan kom ik hier wel uit. Maar deze staan gewoon weer netjes. En het lijken er heel veel, maar toevallig net gekocht. Dus ik ben blij. Vaatwas staat ondertussen ook aan, maar ik heb de smaak te pakken. En ik ga ook de snoepla doen, want ook die is echt een troep. Want iedereen gooit er altijd alles maar in. Dit is de la dus nu. Het is wel constant een heel gepuzzel om de dingen gewoon hier uit te komen in de la. Maar we gaan het goed proberen. De la is in ieder geval ook weer helemaal schoongemaakt van buiten en van binnen. Dus hoe dan ook hebben ze een lekkere opknapbeurt gehad. Hoe ga ik dit verder doen? Wederom weer niet zo netjes als ik zou willen, maar in ieder geval een stuk beter dan daarnet. Want je kan wel overal bij hier liggen stokbroden en ijzerbroodjes, rijstwafels. Daarvoor raad je Tic Tac en nog snoepjes, klein stuk chocola wat er nog is. Kroephoek. Eigenlijk hoort dat meer in de andere la van het eten bij het avondeten. En nog toastjes. Deze la ga ik een poging doen, maar ik weet niet of die echt veel netter kan, want het is op zich niet heel erg een rommel en qua ruimte
heb ik niet echt heel veel mogelijkheid om iets aan te veranderen. En deze is gewoon bijna leeg en deze nog helemaal vol. Maar ja, dat neemt gewoon ruimte in beslag. Maar ja, anders is de volgende ook bijna leeg, staat het er toch weer. Dus daar win ik niet echt ruimte op. Nou, het grote resultaat is voornamelijk dat deze la anders staat. Maar hij is wel schoongemaakt, dat wel. Ik dacht net opeens, zeggen ze op bed en het is nog zo licht de hele tijd. Maar de klok is natuurlijk vooruit gegaan, dus daar stond ik even niet bij stil. Het is eigenlijk nu 8 uur, maar het is dus eigenlijk 7 uur. Dus dan spreekt het voor zich en gaat het zo wel schemerig worden. Maar ik had het gewoon even niet door, maar dat komt denk ik door die gekke dagen. Normaal ben je daar veel bewuster van. Maar ja, we houden wel ritme aan, want je weet nooit wanneer alles omslaat. Maar ik had het niet heel erg door nu. Ik ga gelijk even editen. En dan dingetjes. En ik denk dat ik misschien nog wel wat tijd overhoud. Dus dat ik dan nog even verder ga met een opruimproject. Want ja, ik weet niet. Als ik dan bezig ben, wil ik meer. Maar meestal in de keuken nu moet ik echt de keuken leeghalen. En echt gaan puzzelen hoe ik hem helemaal moet plannen. En daar loop ik zo tegenaan. Daar kijk ik zo tegenop. Nou, ik moet het echt een keer doen, dus wat beter dan in deze weken. Ja, iets met uitstelgedrag, zeg maar. Oh, en als we dan toch bezig zijn, ik kon het niet laten, heb ik deze kast ook allemaal anders ingedeeld. Ik heb allemaal dingetjes eruit gehaald, dingen anders gezet, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. En nu is het weer tijd om naar bed te gaan. Dus, ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik loop even naar het licht, dan zien jullie iets. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Doe dat hieronder even. Dan maak je me heel blij mee. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!